Saar de Bel, we zijn hier vandaag in Kortrijk. Jullie kwamen met Ruiter Roeselaar op bezoek hier in Kortrijk. Was het een moeilijke match? Ik denk wel. De eerste helft waren wel sterker volgens mij, maar de tweede helft kwam ze wel goed terug. Waar het echt wel moeilijker was, ze zijn er natuurlijk ook. Ze hebben nog 2 goals gemaakt, dus ze merkten wel dat ze wel terugkwamen. We hebben wel ons kop laten hangen, maar we hebben het toch niet opgegeven. Maar het was niet gemakkelijk. Ja, het was ook een slecht veld, hè, denk ik. Ja, het veld ligt niet zo vlak. Dat is jammer, want daar ligt er een mooi veld waar we jammer nog niet op mogen spelen. Maar dat veld ligt inderdaad niet goed. Dat was zelfs niet gemakkelijk. En ook de wind natuurlijk. Ja. Hoe loopt het dit seizoen bij de Ruiter Roeselaar? Het is het eerste jaar nu in eerste provinciaal. Dus ons doel is eigenlijk gewoon om te blijven. Er zijn natuurlijk veel sterkere ploegen, maar ik denk wel dat we ons beste beentje voorzetten. We hebben al enkele keren gewonnen en dat geeft voor ons wel de motivatie om door te gaan. Om tegen sterkere ploegen toch wel ons mannetje te zetten. En we zien dat dat eigenlijk wel lukt. Ja. En volgende week een thuismatch tegen wie? Ik geloof tegen Oudenburg. Het is een ploeg dat we ook nog niet hebben tegen gespeeld. Die ook iets onderaan staat. Dus misschien kunnen we wel een puntje pakken. Ik denk dat we gewoon dit seizoen zoveel mogelijk puntjes moeten sprokkelen om gewoon te kunnen blijven. En ook veel goals maken. Hè? Je hebt er vandaag ook eentje gemaakt. Een mooie op. Ja, inderdaad. Ik maak niet zoveel goals. Maar als ik dan eentje meepik, is dat altijd wel tof. Maar dus gewoon zoveel mogelijk goals nemen en gewoon puntjes pakken. Oké, ik dank je. Proficiat. Ja, dank je wel. Dag.